Goedemiddag iedereen. We zijn hier vandaag weer aan het water. Een zonnige dag, 20 graden, geen wolkje te bespeuren. Ideale namiddag voor een pelletwagger sessie. En zoals jullie kunnen zien, hebben de vissen er ook wel zin in. We gaan vandaag een beetje meer kijken van welk materiaal hebben we nodig voor deze visserij. En wat is mijn aanpak voor de pelletwaggervisserij natuurlijk. Dan gaan we eerst deze vis binnenhalen. Een mooi karpertje. Begin van een leuke dag. Voilà. De pelletwaggervisserij is op zich een heel simpele visserij. We hebben niet veel materiaal nodig en toch kunnen we een leuke namiddag beleven. Momenteel vis ik met de Horizon X Pro waggler, de 11 voet. Dat is een 3,30 meter versie, wat voor mij de ideale hengel is voor deze visserij. Tot een goede 30, 35 meter kunnen we er heel gemakkelijk mee gooien. En ook qua diepte gaan we toch nooit verder als dieper als een meter vissen. Dus ideale waggler hiervoor. Zelf heb ik gekozen voor de Horizon 3000 molen. Waarom eigenlijk maar een 3000? Vooral omdat die toch heel licht van gewicht is ten opzichte van de 4000. En we werken eigenlijk met een Horizon X Pro hengel die heel soepel is. En als we daar een 4000 zouden opzetten, dan voelde heel snel het verschil tussen een hele lichte hengel en een hele zware molen. Vandaar lichte hengel, lichte molen. Op de molen heb ik momenteel 20/100ste Horizon X Pro gemonteerd. Persoonlijk vind ik 20/100ste de ideale dikte om hierop te zetten. Je kan lichter gaan, wat uiteindelijk veel beter is om gemakkelijker te kunnen gooien. Maar het risico is natuurlijk op lijnbreuk. Hoe lichter je gaat, hoe groter de kans op lijnbreuk. Anderzijds kan je ook een dikkere draad monteren. Het nadeel van de dikkere draad is natuurlijk dat je veel minder accuraat gaat kunnen werpen. Maar je hebt natuurlijk veel meer kracht. Dus het is een beetje het evenwicht zoeken van op welke vissen ga ik momenteel vissen en welke draad pak ik daar tegenover. Momenteel gekozen voor 20/100ste, omdat we hier toch met karpers zitten van 1 tot 6 kilo gemiddeld. Voor de rest, voor de pelletwaggervisserij, hebben we enkel nog een pelletwagger attachment nodig. Uiteraard een pelletwagger dobber, een beetje pellets 6 mm, 8 mm. Eventueel een paar wafters om toch eens tussendoor iets anders aan de haak te proberen. En uiteraard een goede katapult om die pellets op die afstand te krijgen. En meer hebben we eigenlijk niet nodig om een leuke namiddag te beleven met de pelletwagger. Meer uitleg over de montage van de pelletwaggervisserij. Op zich, simpeler kan het niet. We hebben bij Matrix namelijk onze pelletwagger kit die je rechtstreeks op de draad kan monteren. Een stoppertje boven de wartel en drie stoppertjes onder de wartel. Dit vooral omdat de pelletwagger toch gewicht naar onderen duwt, waardoor die drie stoppertjes ervoor zorgen dat je diepte altijd hetzelfde zal blijven. Bij het warteltje zelf zien we dat deze mooi is afgerond, wat heel belangrijk is, zodat je pelletwagger dobber perfect in het midden blijft en niet aan één kant zal blijven hangen. Hij hangt altijd mooi in de middenste positie. De dobber zelf. Momenteel heb ik gekozen voor onze nieuwe pelletwaggers, 6 gram. Momenteel heb ik gekozen voor 6 gram omdat we hebben meewind. Er is eigenlijk heel weinig wind en we zijn maar op 70, 80 centimeter diepte aan het vissen. Dus dat gooit heel vlot voor mij. We hebben deze dobber natuurlijk ook in andere gewichten, namelijk 6, 8, 10 en 12 gram. Wat vind ik zo speciaal aan deze dobber? Twee heel belangrijke punten.
De onderkant is mooi plat afgerond. Hetzelfde, de bovenkant ook heel mooi plat afgerond. Dit resulteert eigenlijk dat als we onze pelletwagger gaan ingooien, dat die het water raakt en perfect gaat staan. Die gaat geen duik nemen, zoals bij vele dobbers wel het geval is. En aangezien dat we onze beten eigenlijk binnen de 1 tot 10 seconden na het inwerpen krijgen, de ideale dobber om mee aan de slag te gaan. Wat ik nog heel belangrijk vind aan deze soort dobber, is dat hij gevuld is met lucht. Een heel andere manier dan heel veel dobbers zijn momenteel van balsa. Deze zijn met lucht gevuld. Je kan ook zien, deze zijn super robuust. Ze zijn bijna onverwoestbaar. Dus ideaal om deze visserij aan te vatten. Eigenlijk is onze montage zo goed als klaar. Het enige wat we nog hoeven te doen is onderaan in onze draad leggen we een lusje met een 8-knoop, zodat die zeker goed bevestigd is. En dan rest er ons enkel nog een onderlijn te monteren. Momenteel verkies ik voor de onderlijnen van Matrix. Waarom? Deze zijn 45 cm lang en dus ideaal om eigenlijk vanaf 40 cm diepte te gebruiken. Vis je eventueel nadien toch in die hoogste laag minder dan 40-50 cm, kan je deze gewoon inkorten of je kan kiezen voor onze onderlijnen van 15 cm. En nu gaan we aan de slag natuurlijk. Karpertje gevangen, alleen of toch bezig tenminste. Wat heel belangrijk is tijdens het pelletwaggervissen, is om tijdens de drill toch de tijd te nemen om enkele pellets bij te schieten. Probeer die toch tijdens elke drill minstens 2 keer te doen. Zo zorgen we toch voor dat die vis die er in de buurt hangt, in die bovenste laag op je plaats blijft zwemmen. En de kans op een nieuwe aanbeet natuurlijk wordt vergroot. Dus we gaan nog een tweede keer schieten. En afhankelijk hoe lang het de drill duurt, mag je dat zelfs tot 3-4 keer herhalen uiteraard. Ondertussen is de vis bijna hier kort. Een sterke vissen. Maar wel super leuk om met de waggler te vangen uiteraard. Oh, en die gaat er net voor de schepzak af, helaas. Kan ook gebeuren. Op naar een volgende, hè. Dat is jammer. Belangrijk is bij het pelletwaggervissen, de manier waarop ik het eigenlijk aanpak, is eerst een keer of 2, 3, 5, 6 pellets schieten. Uiteraard proberen om deze zo compact mogelijk op je plaats te schieten. Een pelletwagger ligt al klaar met een pellet eraan. En de kunst is uiteraard om zo goed mogelijk tussen die pellets te gooien. En meestal krijg je een aanbeet binnen enkele seconden na het inwerpen. We gaan nu even wachten op een beet. Nu krijgen we geen beet. Dan is het een kwestie eigenlijk van het proces constant herhalen. Terug bijdraaien, bij het wagger klaarleggen. Opnieuw 2-3 maal een pelletje of 5-6 op de plaats schieten.
En gewoon er terug tussen gooien. Momenteel was ik gestart op een 85 centimeter diepte, maar we zien toch dat we regelmatig een aanbeet krijgen van een zwemmer of toch vis die we zien zwemmen in de hoogste waterlagen. Dus we gaan eens proberen om een beetje te verlagen naar een goede 60 centimeter. Dan gaan we eens kijken of we daar een beet meer krijgen. Bij de pelletwaggelervisserij is het eigenlijk heel belangrijk om een beetje te zoeken op welke diepte dat die vissen willen gevangen worden. Want het is niet zo makkelijk om te zeggen van ik ga beginnen op die diepte en ik ga ze daar vangen. Het is een beetje afhankelijk van het weer, de temperatuur, dat die vissen toch zelf kiezen in welke waterlagen ze gaan liggen. En dan is het een beetje zoeken tot je de juiste diepte hebt. Zoals jullie kunnen zien op het water zien we nu toch een beetje baren van de wind. De wind is een beetje gedraaid. Wat het soms een beetje vermoeilijkt om met je dobber waarmee je bent gestart op diezelfde afstand te geraken. Dus het is een beetje aanvoelen van wanneer moet ik verzwaren van dobber. Maar op deze moment voel ik dat ik te hard moet gooien om dezelfde plaats te kunnen gooien. En accuraat op die plaats te kunnen gooien. Vandaar ga ik mijn dobber toch van 6 gram naar 8 gram verzwaren. En dat wil zeggen eigenlijk dat we toch iets minder moeite moeten doen om op diezelfde afstand perfect tussen onze pellets te kunnen werpen. Voilà. Zoals jullie kunnen zien is dat ook heel snel gemonteerd. Je kunt eigenlijk gewoon het warteltje openen, een nieuwe waggeler eraan hangen en we kunnen met een lichtere of een zwaardere vissen. Toch dat het veranderen van diepte en het veranderen van haka's toch elke keer vis oplevert. Dus zeker niet blijven stilzitten bij de pelletwaggelervisserij. Variëren van diepte, zoeken naar die vis, regelmatig bijschieten om die vis toch in beweging te houden. Maar een hele leuke visserij op een zomerse namiddag, lekker in het zonnetje. Wat moeten we meer hebben? Hè? Nog enkele mooie vissen natuurlijk. Met de waggelervissen, doordat we in de bovenste waterlaag vissen, hebben we toch ook regelmatig een groter formaat kunnen selecteren. Zoals de vis dat we nu aan hebben, die is toch ook al iets groter dan de vorige. Dat laat zich alleen niet zo gemakkelijk vangen natuurlijk. En we zien toch ook door het vervangen van
de pelletwagger van 6 naar 8 gram, dat we meer beten kunnen haken. En een mooie ze. Hopla. Dat zijn de goeie. Dat is toch wel een iets groter formaat. Hoppakee. Even laten zien. Een mooi spiegeltje. Bezig aan de laatste drill van vandaag. Van een dagje pelletwagger vissen. En zo zien we dat we toch met weinig materiaal, weinig aas, maar de juiste visserij een superleuke middag kunnen beleven. De pelletwagger visserij, de ideale visserij voor de zomermaanden. Altijd leuk om na het werk nog 2 uurtjes te kunnen ontspannen. Heel snel in- en uitgepakt. Oh. Hoppakee. Ons laatste visje van vandaag. Klein spiegeltje. Hopelijk hebben jullie genoten van de video. We zien elkaar binnenkort weer. Tot ziens.